In september 1971 neemt Lierse deel aan de UEFA-beker. Thuis verliest het met 0-2 tegen het superieure Leeds United. Van wat volk bestaan geen bewegende beelden, alleen sterke verhalen. Wij kwamen daartoe en die mannen waren daar aan het trainen. Hè. Lichtjes dan maar en dit, maar wij verschoten ons eigenlijk voor een Europa-bekermatch. Die waren daar nog aan het trainen en die match begon en wij dachten dat een bek vol te krijgen, eerlijk gezegd. Maar die speelde zo aanvallend en zo, ik weet niet. Daar was er wel iets die te licht opgevat, moet men zeggen. Hè. Wij dachten helemaal niet dat er nog iets ging gebeuren. Wij waren eigenlijk voorbereid op een rustige wedstrijd. En wij waren al aan de volgende competitiewedstrijd aan het denken toen we daar naartoe reden. Ja, jij was zelfs ziek op dat moment. Ja, dat was nog een geval apart. Op dat moment, toen we aankwamen, werd ik ziek. En kreeg ik buikgrip. Ik heb dus 2 dagen in bed gestoken. De dokter van Leeds heeft me toen nog verder geholpen. Die heeft me medicamenten gegeven. Eigenlijk ben ik eerst uit mijn bed gekomen 4 uur voor de wedstrijd. De trainer heeft me toen gevraagd of ik op mijn benen kon staan. En ik zeg ja, oké. Okay. Hij zegt, je ziet toch niks meer te winnen of te verliezen. Ga maar op en kijk hoe lang dat je mee kunt. Want dit ga je nooit meer meemaken. Dit is een unicum in je voetballeven. En ik heb de 90 minuten gespeeld. Onze physical trainer, meneer Hersens in die tijd, die vond er een beetje zijn plezier in van nog een oefening meer te geven, omdat wij dat zo spannend vonden. Dat was fantastisch. En elke maal wanneer we naar de spionkop gingen, ja, die mannen die begonnen te roepen en te tieren. En we vonden dat was heel tof. En de spelers die stonden gewoon op ons te kijken. We hadden nog bij met een sigaretje in de mond voor de wedstrijd. Want daar in Engeland gaat het dus zo, een opwarming, dat kennen ze daar niet. Die mannen gaan binnen, kleden in aan. Ze zetten een kilometerteller op en ze vertrekken. Hè? En dan gebeurt het. 0-1, Ressel. 0-2, Janssens, dat is ook de ruststand. 0-3, Janssens. 0-4, Ressel. Het mirakel van Elland Road heeft zich voltrokken. Je kunt dat niet begrijpen, maar het was gebeurd en wij waren aan het vieren en dat was schitterend. Dat was een avond van nooit meer te vergeten.